De 7 beelden die het Veerse stadhuis sierden, zijn donderdag onderzocht om een indruk te krijgen van hun toestand. Om te bekijken of ze nog te restaureren zijn. De beelden, die stammen uit 1933, werden vorig jaar uit de gevel van het oude stadhuis aan de markt gehaald, omdat er stukken afbrokkelden en ze een gevaar vormden voor voorbijgangers. De beelden staan nu tijdelijk in de Grote Kerk in Veren. De eerste conclusie van Lieselot Hoornaert van het Koninklijk Instituut Kunstpatrimonium in Brussel is dat de beelden zeker te restaureren zijn. Naar de verwering van de steen toe, dat we erger hadden verwacht omdat we dachten dat er meer verzanding was. Dus, moet ik het uitleggen? Dus dat de steen meer verpoederd zou zijn eigenlijk. Ja. Maar als ik gewoon nu voel ook, valt het heel goed mee. Het is ook echt zeer lokaal. Dus deze zones zijn veel erger in het gezicht. En hier we hebben we ook nog wat barsten erbij en kleine scheuren. Maar het is niet zo dat het het beeld onstabiel maakt. Volgens de Belgische specialisten is de toestand minder slecht dan verwacht. Alleen Philips is een probleemgeval. Hij is zwaarder beschadigd dan de anderen en het is twijfelachtig of hij weer terug in de gevel kan. De andere beelden kunnen waarschijnlijk na restauratie wel weer terug.